Hallo ballonvrienden en ballonvriendinnen. Vandaag maken we een ruimteschip met een alien in. Wat heb je hiervoor nodig? Twee ballonnen, 260, kleur, kies jezelf. Een ballon, 160, kleur, kies jezelf. Een 5-inch ballon met een alienprintje op, kleur, kies jezelf. En een 5-inch ballon, transparant, kleur, kies je niet zelf. De 5-inch alien geprinte ballon stop je in de transparante ballon. Verder heb je nog nodig je ballon voor de 160 ballon. En je pomp voor de 260 ballonnen. Ik zou zeggen, neem je spullen erbij en laten we starten. We starten met onze eerste 260 ballon. Deze blazen we op en laat ongeveer een 5 tot 6 vingertjes over aan het einde. Knoop je ballon stevig dicht. En maak je ballon soepel en zacht. Start dan met een 4 vingerbubbel. Gevolgd door een 1 vingerbubbel. Gevolgd door opnieuw een 4 vingerbubbel. Draai deze samen vast. Ik duw de knoop er eventjes doorheen, zodat het mooi blijft zitten. Zo hebben we er 4 nodig. Dus dat wil zeggen dat ik er nog 3 moet bijmaken. Opnieuw een 4 vingerbubbel. Een 1 vingerbubbel. Een 4 vingerbubbel. Draai samen. Nu heb ik er 2. Nog 2 te gaan. Tussendoor eens knijpen in je ballon, zodat hij goed soepel en zacht blijft. Een 4 vingerbubbel. Een 1 vingerbubbel. En een 4 vingerbubbel. Dat zijn er 3, dus nog eentje te gaan. Een 4 vingerbubbel. Een 1 vingerbubbel. En opnieuw een 4 vingerbubbel. Zo. Dan hebben we dit resultaat. Deze onderste ballon kan je afknippen en wegdoen. Maar ik kies er altijd voor om deze er aan te laten, zodat de kindjes een handvat hebben om met een space shuttle rond te vliegen. Leg even aan de kant en maak nu je tweede 260 ballon. Blaas deze ook op en laat opnieuw een 5 tot 6 vingertjes over aan het einde. Knoop je ballon goed dicht. Maak opnieuw je ballon soepel en zacht. En zoals je ziet, een 5 tot 6 vingertjes overlaten aan het einde. Nu nemen we onze Space Shuttle erbij. Onze ronde bubbels gaan we eerst pinch twisten. Dus dat doe je. Je neemt de bubbel, trek hem een beetje naar achter en twisten. Neem je bubbel naar achter, twisten. Neem je bubbel naar achter, twisten. Neem je bubbel naar achter en twisten. Neem nu je tweede 260 ballon en verbind in één van de pinch twists. Welke dat dit is, maakt niet uit. En nu gaan we bubbels maken van pinch twist naar pinch twist. Dus je maakt een bubbel. Verbind deze met de pinch twist. Maak een bubbel. Verbind met de pinch twist. Maak een bubbel. Verbind met de pinch twist.
maakt een bubbel en verbindt met de pinch twist. Ziezo. Hiervan gaan we nog een staart maken aan ons ruimteschip. Dus ik maak opnieuw de ballon soepel en zacht. En ik maak nog een tweede pinch twist aan de achterkant. Draaien en pinchen. Voilà. Zorg ervoor dat hij goed gepinched is, anders komt hij natuurlijk los. Zo. En nu kunnen we starten voor onze staartbasis. Ik maak opnieuw een viervingerbubbel. Gevolgd door nog een viervingerbubbel. Nog een viervingerbubbel. Deze twee twist ik bij elkaar. Een bubbel die ietsje kleiner is, laat ons zeggen 3,5. Duw deze door de twee bubbels heen. En dan is ons ruimteschip eigenlijk al klaar. De staartbasis kan je natuurlijk nog een beetje een leuke vorm geven. En dan kan je beginnen vliegen. Natuurlijk, voor kindjes is het altijd leuker als er een echte alien in hun ruimteschip zit. Dus je duwt je geprinte alienballon in de transparante alienballon. Blaas je geprinte alienballon een beetje op. Niet te veel. Knoop deze dicht. Dan neem je uw pomp en stop je tussen de geprinte ballon en de transparante ballon. En pomp je nog enkele keertjes bij. Zodat je alien een echte helm op heeft. Knoop opnieuw dicht. En deze alien kan al in het ruimteschip plaatsnemen. Dit doe je uiteraard gewoon door je ballon te verbinden, hè. Aha. En dan heb je de alien in het ruimteschip. Natuurlijk, voor kindjes is het altijd leuker als er nog een extraatje aan is. En daarvoor hebben we de 160 ballon en onze 160 ballon pomp. Dit is een optie. Als je niet veel tijd hebt, hoef je dit niet te doen. Maar voor kindjes geldt er maar één regeltje. Hoe meer ballonnen, hoe leuker ze het vinden. Dus blaas deze witte ballon op tot ongeveer de helft. Knoop dicht. En maak goed soepel en zacht. Nu gaan we deze verbinden. Als we deze verbinden, beginnen we altijd bij de staart, want het is de bedoeling dat we helemaal rond gaan. Dus we maken deze vast in de staartbasis van het ruimteschip. En nu gaan we gewoon bubbeltjes draaien. Bubbeltjes, bubbeltjes, bubbeltjes. Gewoon kleine ronde bolletjes. Tot je aan de eerste pinch twist komt, dan draai je uiteraard je witte ballon door de pinch twist. En dan ga je verder naar de volgende pinch twist met kleine ronde bubbeltjes. Opnieuw door de pinch twist halen.
En opnieuw naar de volgende. Met kleine, ronde bubbeltjes. Verbinden in de pinch twist. En dan gaan we naar de laatste. Met opnieuw kleine ronde bubbeltjes. Je verbindt in de staartbasis. Hier haal ik hem niet achter de pinch twist. Ik kan mooi op, dat je het goed kan zien. Niet achter de pinch twist, maar tussen de pinch twist door. Zo. Dan kan ik hier ook nog een bubbel maken. En ik verbind deze. En hier onderaan maak ik een bubbel die ietsje langer is. En ik verbind deze in de staart. Ik leg nog een pinch twist. Om af te sluiten. Laat deze nog een beetje moeilijk doen. Zo. De rest van de ballon hebben we niet meer nodig. Knoop dicht. En dit stukje kan je verbergen binnen in het ruimteschip. En dan is je ruimteschip helemaal klaar om de lucht in te gaan. Ik wens jullie heel veel plezier met dit ballonfiguurtje. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dit nog niet gedaan hebt. Want zoals je weet, binnenkort wordt een eerste leuke prijs weggegeven. Tot de volgende video. Dag vriendjes en vriendinnetjes.